Het is vandaag donderdag en ik ben eventjes aan het wachten op Stan tot hij terug is van de kapper, want we moeten eventjes wat dingetjes halen. En dan vanmiddag ga ik eventjes met Dagmar naar IKEA, want ze wilde een nieuwe kast voor de kamer. En ik ga straks ook eventjes naar Stans zus om eventjes te helpen met wat dingetjes. Dus leuk dagje. Niet bij alles kan ik veel filmen. Ik heb nu even dit aan. Maar ik ga me nog wel eventjes omkleden, want ik vind dit niet zo leuk. Maar ik moet eventjes een TikTok filmen voor Bol. En kijk even dit. Dit is dus zo'n gewicht hula hoop. Echt heel erg leuk. Goed, ik ga eventjes dat stukje voor Bol bewerken. En dan wachten tot Sam terug is van de kapper. En dan gaan we eventjes, denk ik, of de stad in of hier het dorp in. Jullie zullen mij echt zwaar en zwaar vervelend vinden, denk ik. Maar het is, even kijken hoe laat het is. 6:30. En ik ben echt net pas thuis. Het was vandaag zo'n drukke dag. En ik had zoveel ADHD in mijn hoofd. Moest je best wel wat doen. Vorig ging ik eerst even met Stan even wat cadeautjes halen. Daarna ging ik op de scooter naar Stan zijn zus. Want ik ging hun heel eventjes helpen met dingen in te kopen. Dat duurde uiteindelijk best wel lang. Dus ik was rond 4:15 thuis. Ik had Dagmar beloofd om daar naar de IKEA te gaan, maar ze moest ook op tijd weg. Ze zijn gelijk doorgegaan naar de IKEA. En nu zijn we thuis. Het was echt super druk onderweg. We hebben wel even lekker bij de McDonald's gegeten, maar ik had mijn camera natuurlijk ook niet bij me. Dus ik ga de vlog van vandaag en morgen weer bij elkaar doen. Sorry daarvoor. Maar echt, vandaag was zo'n drukke dag. Ik ben zo blij dat ik lekker thuis ben. Ik vond het wel echt een hele gezellige dag. En ik vind het gewoon fijn om iedereen te kunnen helpen. En ik vond het ook echt heel erg gezellig. En ja, leuke dag wel, maar wel even veel. Ik ga nu lekker de Real Housewives kijken. Echt zoveel zin in. En ik zal even kijken of laten zien wat Dag en ik nu hebben gehaald. Het is trouwens door muur geworden. Het lijkt een beetje vlekkerig, maar het komt echt door het beeld. En door lamp ook, want die heeft van die gekke vakjes. En ze heeft nu dus deze twee zwarte kasten. Maar die hebben we dus net bij de IKEA gehaald in het wit. En dan drie. Dus drie kasten. En dan komen die drie kasten hier zo te staan. En dan boven iedere kast gaat er zo'n decennio poster. Want die is dus ook nieuw. En ze heeft dus ook de schouw een beetje beige geverfd. Want die was eerst zwart. Maar dat was niet helemaal de vibe van haar kamer. Of naar beige. Het is dezelfde kleur als mijn spiegel. Dus het had beige moeten zijn. Maar het is iets witter. Maar goed, wel echt een hele mooie kleur daar zo in de kamer. Ik ben echt helemaal kapot. Morgen ga ik Amy, Demi en Puk helpen. Volgens mij komt Piba ook. Want zij geven zaterdag een feestje. Een bierpong. En dan moet je dus verkleed als de eerste letter van je naam. Maar dan gaan ze morgen alles over klaarzetten. Dus daar ga ik morgen ook eventjes mee helpen. En morgenavond hebben we de verjaardag van Zoe. En als het goed is, kan elk moment nu haar cadeau binnenkomen. Die hebben we besteld en dat zou vandaag tussen 6 en 7 komen. Ik ben benieuwd of dat binnenkomt. Als het goed is komen ook mijn nieuwe slaapkussens van Emma Sleep vanavond binnen. En eigenlijk zou ook vandaag mijn matras komen, mijn nieuwe matras. Maar die is er weer niet. Dat duurt wel echt oprecht heel erg lang nu, maar goed. Ik ga lekker de Real Housewives kijken, lekker chillen in bed. Er komen echt 3 mega pakketten binnen. Oh. Ik had eigenlijk niet verwacht dat ze nog zouden binnenkomen, want het is ondertussen al 8:30. Maar 2 dozen van Emma Sleep. En daar zitten mijn nieuwe slaapkussens in. Ik ben alleen nog steeds aan het wachten op mijn matras. Maar goed, die moet ook wel vanzelf komen, denk ik. Ik dacht al, wat zijn die pakketjes klein? Maar ze rollen dat natuurlijk helemaal op in van dat folie. Zodat dat kussen helemaal kan gaan uitzetten als het goed is. Nou, deze. Gewoon een heel simpel kussen. Volgens mij was dit de afmeting 70x40 of zo. Maar ik ga hem even laten liggen. Want ik denk niet dat hij zo helemaal goed is. Ik ga die ander ook even openmaken. Weer nieuw karton erbij wat ik morgen kan weggooien. En Zoe er verjaardagscadeau is binnen. We hebben dus met die meiden allemaal schoenen gekocht. Want die wilden ze graag hebben. De meningen waren onder de vriendinnengroep gevarieerd wat ze ervan vonden. Ik vind ze wel heel erg vet. Maar Zoe en ik hebben wel vaker dat wij dingen heel vet vinden. En Dagmar bijvoorbeeld echt vreselijk. Maar we hebben dus voor haar de Adidas Gazelle besteld in het rood. Zijn ze rood? Ja, ze zijn rood.
camera lijkt ze oranje, maar dat komt denk ik door het licht. Want ze zijn wel echt rood. Dus die gaan we morgen aan haar geven. Want we gaan natuurlijk morgen uit eten voor de verjaardag. Dus die. Ik heb hier nu allemaal kartons staan. Ik ga deze dus wel eventjes bewaren voor stel dat de sneakers niet passen. Morgen weer even lekker al dat karton weggooien. Maar goed, ik heb eventjes mijn vlog die morgen online moet komen bewerkt. En ik ga nu eventjes lekker douchen en even mijn make-up en alles eraf halen. Het is zo, het is donker buiten. Holy jeetje. Oh, het is heel licht. Het is vandaag vrijdag. En ik heb net eventjes een samenwerking opgenomen voor Cabau. Eentje voor Kylie Cosmetics. Echt super gaaf. En ik ga nu snel richting Demi en Puk. Of Amy en Puk. Want die zijn aan het versieren voor morgen voor het feestje. En ik had beloofd om te helpen. Dus daar ga ik nu eventjes heen. Ik heb net ook al even wat dingen voor Zoe gehaald. Kijk, dit zat dus in dat Kylie pakket. En ik had voor Zoe deze tas gehaald. Dus ik dacht, dat is misschien wel leuk om daarin te doen. En ik heb eventjes een chocoladenhartje. En dan nog een kaart. Maar ik moet nu eventjes opschieten. En die TikTok moet eventjes laden. Want dan kan ik gelijk opschieten voor goedkeuring. Amy appt, dus zij doet geen nieuwe kleren aan, want het is best stoffig. Dus ik heb lekker deze trui aangedaan van New Balance. Met een spijkerbroek. En dan doe ik lekker mijn UX onder. Dus ik ga daarheen om eventjes te helpen. Hoi. Hoi mij. Ik ben weer terug thuis van het helpen versieren. Het is echt zo vet geworden. Echt zo mega, mega leuk. Maar nu moet ik een beetje opschieten. Want ik heb dus zo meteen verjaardag van Zoe. En Dag en ik moeten nog eventjes binnen. Dus we gaan iets eerder weg. 7:05 gaan we ongeveer rijden. Ik ga eventjes mijn haar een beetje doen. Want dat is echt alle kanten op gaan staan door het douchen. Ik heb nog snel gedoucht. En dan moet ik nog even kijken hoe ik aan ga trekken. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet echt heel veel zin heb in iets heel geks of zo. Dus ik denk dat ik het niet heel gek ga maken. Ik ga even mijn steltang aanzetten. Even klaarmaken. Ik heb net het cadeautje voor Zoe klaargemaakt. Ik moet alleen nog even die kaart schrijven. Maar dat doe ik zo wel als ik mezelf heb klaargemaakt. Oké, ik heb mezelf klaargemaakt. Ik heb deze oorbellen in van de Mango body van Skims. Eigenlijk een zwarte, maar goed. Zwarte blazer van Naked. En deze groene broek van Alex. Er was een pakketje binnen. Want ik had wat dingetjes bij Joen Berens besteld. Dus allereerst een bio-silk. Want ik zag ze zeer op TikTok voorbij komen dat iemand dat gebruikt en er echt bij zweerde. En ik gebruikte dit vroeger dus ook altijd. En het was nu echt heel goedkoop. Volgens mij heb ik voor deze hele fles €13 betaald. En even zo groot. Dan eventjes een mini zilver shampoo. Want mijn haar begint best wel weer een beetje gelig te worden. En mijn camera zit vol. Van Amika. En dan ook van Amika de Dream Routine Overnight Hydrating Treatment. Dit moet je dus gewoon 's nachts in je haar doen. Kan op nat of op droog haar. Dus die heb ik ook besteld. En dan heb ik er nog gratis allemaal Invisaligns. Invisibles bij gekregen. En die vind ik altijd heel erg chill. Dus top. Oké, ik ga even wat beelden van mijn camera verwijderen. En dan gaan wij denk ik zo rijden. We gaan trouwens bij Triana's eten. Ik ben heel benieuwd. Want Dagmar en Zoe zijn er altijd helemaal lyrisch over. Een soort tapas volgens mij. Dus ik ben heel benieuwd. Het is vandaag zaterdag. Het is echt super vroeg. Dus ik praat een beetje zacht. Mijn Dagmar slaapt nog. Maar ik ga vandaag met mijn vader voor een auto kijken. Ik had volgens mij in de eerste vlogmas, of in ieder geval in de vlogmas verteld, dat ik op zoek ben naar een auto. Omdat ik gewoon echt steeds vaker heb dat ik denk, oh, had ik nou maar een auto gehad. Dus we gaan helemaal naar Beert. Het is 1 uur, 3 kwartier rijden. Maar daar hebben ze dus heel veel Fiat 500 staan. Ik wil dus heel graag een Fiat 500. En ik had dus al op hun site zitten kijken. En ze hadden er dus een auto staan. En die hebben we apart laten zetten voor een proefrit vandaag. En dat is deze. Ik weet niet of je het goed ziet, maar het is een beetje taupeachtig. En ik vond hem echt super mooi. Dus we gaan er sowieso een proefrit vandaag in maken. En hopelijk is het wel wat. Dus ik heb er echt heel veel zin in. Ik ga zo meteen naar mijn vader toe, want ik moet nog eventjes naar het feesthuis
om Schmin te halen, want we hebben vanavond een verkleedfeest. We moeten verkleed als de eerste letter van ons naam. En Stan die gaat als skulltrooper. En dan moeten we even witte en zwarte schmink hebben. Dus dat ga ik even halen. Ik ga trouwens als vee. Heel erg leuk. Maar dat is allemaal voor vanavond. Gisteren heb ik natuurlijk die meiden geholpen met alles klaar te zetten en zo. Dat was ook heel erg leuk. En echt wel heel vet geworden. Ik ben benieuwd of de ballonnen vandaag nog hangen. Maar goed, eerst een uur en drie kwartier heen en terug naar Weert. Mijn haar is echt alle kant op gestaan. Ziet er echt niet uit. Maar ik ben terug van de zoektocht naar de auto. En helaas hebben we hem niet gevonden. Die auto die ik vanmorgen aan jullie liet zien, die had toen we daar waren gewoon best wel veel deukjes en beschadigingen. En een vriend van Stan die heeft best wel wat verstand van auto's. Dus daar had ik eventjes, of althans ik had foto's naar Stan geappt. En Stan had die naar die vriend gestuurd. En die zei ook van ja, grote kans dat deze auto gewoon best wel wat probleempjes met zich mee gaat brengen. Dus ik heb het niet gedaan. Maar ja, het was natuurlijk helemaal een weer. Dus het is nu 3 uur. Ik heb net even snel gedoucht. En we gaan de zoektocht gewoon verder zetten. Maar helaas was deze het niet. De kleur was wel echt super mooi. Ik wil eventjes een filmpje laten zien. Of een foto. Kijk. Dit was hem. Ik vond hem zo mooi. Maar helaas was het gewoon. Kijk, ik vind die kleur super mooi. Maar ik heb liever gewoon een auto die heel lang meegaat. En dan dat die bijvoorbeeld zwart is. Dan een auto waarbij ik elke half jaar problemen heb. En dat die wel die mooie kleur is. Maar goed, we gaan gewoon verder zoeken. Ik ga eventjes mijn haar een beetje stylen. Omdat ik heb natuurlijk vanavond dat verkleedfeestje. Dus ik wil dus eigenlijk mijn haar een beetje gaan krullen. En 2 van die vlechtjes zo naar achter doen. Maar mijn haar dat staat nu wel echt alle kanten op. En mijn eigen krullen komen er doorheen. Dus dan moet ik het wel eerst eventjes normaal stylen. Dus dat ga ik nu doen. Ik heb eventjes eten besteld om even de avond eten. Want het wordt een bierpongtoernooi. En als ik niet eet, dan ben ik niet meer aanspreekbaar. Dus ja, en ik zal zometeen ook eventjes mijn outfit, nou ik kan ook wel mijn outfit laten zien. We moeten dus verkleed als de eerste letter van onze naam. En ik ga als V. Ik heb dus dit roze met lila corset. En dan daaronder doe ik dit rokje. Komt trouwens allebei van Shein. En dan heb ik deze paarse vleugels. Helemaal leuk. Ik denk dat ik deze laars eronder aan doe. Maar één zijn van de week. Van je hebt toch ook nog. Oh, daar is mijn eten, denk ik. Oké, het eten werd bezorgd. En ondertussen heb ik even heel snel mijn haar gelijk gesteld. Zodat het eventjes kan koud worden tijdens het eten. Want dan kan ik straks makkelijk mijn haar krullen. Ik weet niet. Oh ja, ik vertelde dat Amy zei van. Je hebt ook nog zilveren cowboylaars. Dus misschien dat ik die eronder aan doe. Want dat hou ik wel heel de avond vol. En die andere sowieso niet. En ik heb net eventjes bij het feesthuis. Heb ik eventjes schmink gehaald. Want Stan gaat dus als skulltrooper. Iets van Fortnite. En daar moet hij dus geschminkt voor worden. Dus dat heb ik net even gehaald. Want ik ga hem straks schminken. En ik heb eventjes boeptape gehaald. En fashion tape bij de kruidvat. Om straks eventjes alles goed op zijn plek te kunnen zetten. Ik ga eerst even lekker eten. En dan ga ik zo meteen samen met jullie mijn haar doen. En mijn make-up alvast. En ik heb ook allemaal leuke accessoires dingetjes. Even kijken. Ik heb een toverstafje uiteraard. Ik heb zo'n ding met vlindertjes voor om mijn oren. Ik heb allemaal vlinderclipjes voor in mijn haar. Dat is ook wel leuk. Ik heb nog een ring met vlindertjes. Ik heb nog steentjes voor op mijn gezicht. Maar goed, dat ga ik allemaal meenemen naar Stan en daar pas doen, denk ik. Die steentjes sowieso. Ik moet even kijken of ik nog wimperlijm heb. Want daar wil ik het eigenlijk mee opplakken. Want ik weet even niet zo goed waar ik het anders mee op kan plakken. Maar ik denk dat ik dat nog wel ergens moet hebben liggen. Maar goed, ik ga eerst eventjes eten. En dan zo meteen klaarmaken. Oké, ik heb even snel wat gegeten. En ik ga proberen mijn haar te doen. Ik twijfel echt heel erg. Want straks lukt het niet. Maar goed, ik heb even een borstel en zo'n klein kammetje gepakt. Even Stan zijn wax voor die kleine plukjes, dacht ik. En even kleine elastiekjes. Ik ga er alvast even wat van uithalen. Maar mijn idee is dus eigenlijk om zeg maar van die invlechten
tot aan hier zo te maken. En dan vast te zetten en dan de rest te krullen. Ik weet niet, ik vond het wel elfjesachtig. Ik twijfel dus of ik die vlecht door ga vlechten of dat ik hem stop, zeg maar, bovenin. Ik weet het niet. Ik weet ook helemaal niet of dit gaat lukken met mijn haar. Maar goed. Eigenlijk had mijn haar hier iets vetter voor moeten zijn. Maar goed, ik ga het gewoon proberen. Eerst even een middenscheiding. Zodat deze kant even kan vastzetten. Dan doe ik even met een elastiekje. Heb ik die ergens? Zodat ik niet allebei die kanten door elkaar heen ga pakken straks. Oké, even kijken. Ga ik maar gewoon beginnen. Ik ga denk ik eerst even een keertje proberen. Zonder wax. Want als ik het niet leuk vind en ik heb al wax ingedaan, dan ben ik echt de sjaak. Want dan kan ik het gaan wassen. En daar heb ik geen tijd voor. Heel raar, maar ik kan het dus niet eigenlijk als ik in de spiegel kijk. Ik kan het alleen gewoon normaal. Nu kom ik er wel echt uit te zien als een kind van 4 als ik dit doe. Maar goed, dan kan ik het er altijd nog uithalen. En misschien dat ik dan gewoon 2 van die soort staartjes doe. Want ik vind het wel leuk om even iets anders met mijn haar te doen in plaats van weer los. Want ik heb het altijd los eigenlijk. Of dat je... Of althans los stel. Oké, dan kan ik nog 1 keertje vanaf hier. Pak. Nog 1 keer hier. Dan vlecht ik hem wel eventjes helemaal door. Zo. Ik heb even een elastiekje in. En ik dacht, kan ik dus in die vlecht ook allemaal van die vlinderclipjes doen. Dat is misschien wel leuk. Zo, en dan, ik heb nog zo'n dingetje ooit van Dagmar gekregen. Dat ik daar van die plukjes mee naar achter kan zetten. Is dit leuk? Ik weet het niet. Oké, ik ga eerst even die andere kant ook doen. En dan kan ik het even in zijn geheel zien of ik het leuk vind. Wat een groot voorhoofd weer. Oh, en die inhammen. Vreselijk. Zo chagrijnig word ik hiervan, maar... Die vlechten lukken niet. Toen wilde ik 2 staartjes maken. Dat zag er ook uit als Pippi Langkous. Dus ik ben het nu maar weer gewoon aan het stelen. En dan ga ik die vlindertjes wel gewoon door mijn haar heen verdelen ofzo. Ik weet het niet. En Stan belde net dat we bij een vriend van hem gaan eten. Dus met een vriendelijke vraag of ik eigenlijk even wil opschieten. Ja, jongens, ik ben hier zo niet voor gemaakt. Ik heb afgelopen week echt ook zware ADHD in mijn hoofd. Ik heb helemaal geen ADHD, maar het voelt echt alsof iemand ADHD in mijn hoofd heeft gespoten. Ik weet echt niet wat het is, maar ik ben gewoon zo'n ongeleidelijk projectiel. Ik ga echt mijn stelto meenemen naar dat feestje. Of nou, naar dat feestje. Naar die vriend van Stam waar we gaan eten. Want dan kan ik het daar nog even een keertje opnieuw doen. Het is vandaag zondag. En ik ben echt een vlogger van niks. Gisteren hebben we dat feestje gehad. En het was echt super, super leuk. Maar ik had gisteravond, toen ik me klaar ging maken, opeens zoveel stress. Want we gingen dus bij een vriend van Stan eten en daar klaarmaken. Dus ik moest heel erg opschieten. Maar het was echt super leuk. Iedereen was echt heel erg leuk verkleed. Stan had de prijs gewonnen van best verklede persoon. Dat was ook heel erg leuk. Ik zal wel eventjes aan het eind wat foto's hierin doen. Dan kunnen jullie een beetje zien hoe het eruit zag. Maar ik vond het echt, echt heel gezellig. Ik ga me nu klaarmaken, want we gaan zo meteen bij de zus van Stan eten. Ook heel erg gezellig, maar daar ga ik natuurlijk ook niet filmen. Dus ik ga bij deze vlog eens afsluiten. Vanaf morgen ga ik het weer wat beter proberen te doen. Maar ik heb gewoon zoveel chaos in mijn hoofd. De laatste tijd zoveel soort ADHD. Ik heb helemaal geen ADHD, maar daar lijkt het op. Dus ja, sorry daarvoor. Maar vanaf deze week ga ik weer beter mijn best met het vloggen. Maar ik hoop dat jullie hem toch een beetje leuk vonden. En dan zie ik jullie morgen.